gezellig een terrasje pakken, een wandelingetje maken of shoppen. Vanzelfsprekend, niet voor mensen met een lichte beperking of psychische klachten. Bij velen van hen ligt na een dag op het werk of in school eenzaamheid altijd op de loer, omdat ze geen vrienden hebben om mee af te spreken. De Club Twente gaat daarom deze mensen helpen met het zoeken naar een vriend of vriendin. Het Maatjesproject. Het Maatjesproject houdt in dat mensen die, die thuis zijn en het moeite hebben om bijvoorbeeld naar het Siebelinkhuis te gaan of om hun tijd in te vullen, die kunnen zich melden. En dan zijn ze eigenlijk op zoek naar iemand die samen met hun activiteiten gaat ondernemen. Dus samen naar de bioscoop bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn leren met openbaar vervoer omgaan of leren koken. Maar in ieder geval zijn zij op zoek naar iemand die iets met hun gaat ondernemen. Wat is de rol van het meester Siebelinkhuis hierin? Een stukje begeleiding daarin, een stukje coaching. Omdat het vinden van een maatje is natuurlijk juist voor mensen die niet veel sociale contacten hebben, is dat een hele lastige. Daarbij moet er natuurlijk ook een stukje begeleiding zijn om te kijken van is er een klik tussen het maatje en de vrijwilliger of de deelnemer. En wij monitoren dat ook. Ik ben zelf aanwezig ook bij het eerste kennismakingsgesprek. En dan kijken we ook van is er een klik? Zijn er overeenkomsten? Lijkt het een goede match te zijn. En ik hou ook zeker contact met beide partijen om te kijken hoe de voortgang is. We zijn net begonnen. Ik heb nu één voorbeeld van een jonge man die op zoek is naar iemand die weer met hem dingen gaat ondernemen. Dus ook weer dat hij actief gaat worden in het weer succeservaringen opdoet. Ik heb daar een maatje bij gevonden en na afgelopen week ook het eerste gesprek mee gehad. Het leek een goede klik te zijn. En zij gaan komende week gaan ze samen iets ondernemen en zal ik na die tijd ook met beide partijen vragen van hoe dat geweest is.